Wij van Tuinmanieren zeggen natuurlijk al heel lang dat de meeste problemen die je boven de grond ziet, luisjes, schimmeltjes enzovoort, dat die hun oorzaak vinden in de grond. Meestal is daar iets los. Maar ja, het zou je maar gebeuren. Je hebt ineens slakken die komen je tuin in. Je hebt engelingen in je gras, emelten in je gras. Je hebt luizen in je roos. Je hebt roos in je luis. Kortom, wat je ook doet met je tuin, soms gebeuren de dingen en heb je ergens last van. Nou, wij zijn natuurlijk nooit te beroerd om daarover mee te denken. Wat kunnen wij nou doen als tuinmanier om het jou makkelijker te maken? Daar hebben wij iets op gevonden. Wij hebben namelijk een pakket voor je samengesteld. En wij noemen dat, ja, dat ben je voor ons gewend waarschijnlijk. Paniek, 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 paniek. Dit is de eerste hulp bij tuinverdriet. Ja, nou, wat zit hier nou in? Eigenlijk om alle problemen op te lossen. Wij hebben namelijk, kijk dan, wij hebben slakweg. Dat is een 100% biologisch middel. Dat maak je aan in een drugspuitje en daar spuit je de planten in mee in die last hebben van slakkenvraat of waarvan je weet dat ze slakkenvraat gaan krijgen. 100% biologisch. En we hebben de biobug, die ken je intussen van ons, hè? Dat is om engelingen en emelten de stuipen op het lijf te jagen. Ze kruipen naar beneden, want ze trekken dit niet. Dit is ook weer een kruidenmengsel, 100% biologisch. Kan dus ook in de biologische tuinen, moestuinen, worden gebruikt. Het is een kruidenmengsel wat de maden en de larven verjaagt. En vervolgens komen de vogels die denken, hé, ik zie maden. En weg zijn de maden. En tot slot hebben wij bio, luis en schimmelweg. Dat is een bladversterker. Dat is een voedingsstof, je weet het van ons. Wij doden niets. We zorgen alleen voor dat planten veel weerbaarder worden. Nou, dat doe je onder andere ook hiermee. Dus dit wordt opgenomen door het blad. De celspanning gaat omhoog, die wordt sterker. En luizen kunnen niet meer, want je hebt een paar luizen op dat blad, want die heb je zien zitten. Dan spuit je dit. Die luizen kunnen dan vervolgens niet meer in dat blaadje met hun snuit, kunnen dan ook geen nakomelingen maken en uiteindelijk sterft die luizen af, maar er komen geen nieuwe luizen. Hetzelfde geldt voor de schimmels. Schimmels maken sporen, die sporen willen zich nestelen in het blad. Is het blad zwak, doordat die plant zwak staat, dan kan het erin, krijg je veel schimmel. Is het blad versterkt, komt die schimmelspoor, die krijgt geen kans om zich te nestelen in het blad. Daar hoort een spuitje bij, dus dit geheel kan je bestellen als het paniek, paniek, paniek pakket. Wie wil hem niet, zou ik bijna zeggen. En voor een voordelige prijs natuurlijk, hè, want daar gaan wij voor. We hebben drie dingen erin zitten. En los kan je ze natuurlijk ook bestellen. Maar als je ze alle drie tegelijk bestelt, krijg je dit leuke doosje thuis. En heb je voordeel. Jur? Ja? Ik wil nog even wat zeggen over de biobug. Ja? Die meurt. Ik weet het. Een uur in de wind. Nou, wel 2 uur in de wind. Nee, dat is waar. De biobug is iets wat je in je schuurtje moet bewaren. En niet in je kelderkast, zeg maar. Dat is niet best. Dat is een beetje maar knoflook. Dat moet ook, hè. Want dit is natuurlijk om die larven de stuip op het lijf te jagen. En dat doe je niet met zachte heelmeester, zeg maar. Dit is stevig spul. Ja, het meurt. Je spuit het over je gezon en uiteindelijk gaat die geur ook weer een keer weg. Dat duurt een paar dagen, maar dan is het weg. Maar het probleem ga je ermee verhelpen en dat is wel even wat waard.